Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij de zesde week van Grip op Informatie. Een week met 16 webinars en meer dan 50 sprekers. En gelukkig veel belangstelling van de kijkers. Jullie zijn vandaag met 257 aanmeldingen. Dus er is veel interesse in het webinar wat nu gaat volgen. Het komende uur gaan we praten over het webinar Adviescollege op waarheid en informatieuithouding. Mijn naam is Jeroen Jonkers. Ik ben werkzaam als projectleider Grip op Informatie bij de VNG. En ik wil jullie proberen te begeleiden in het webinar. Mocht je vragen hebben tijdens het webinar, dan kan je ze stellen in de chat. We zullen proberen om die zoveel mogelijk te beantwoorden tijdens het webinar. Mocht dat niet lukken, dan zullen ze vervolgens beantwoorden in de chat. En mocht het nou echt niet lukken, dan gaan we ze achteraf beantwoorden. Alle vragen en antwoorden worden geplaatst op kia.pleio.nl, zoals ook de presentatie en het webinar zelf. Daar kan je ook trouwens alle andere webinars vinden van deze week. Zoals je misschien al weet, zijn er behoorlijk wat webinars. Vandaag is wel de laatste, maar morgen staan er nog 3 op de planning. Onder andere morgenochtend een digitale sessie voor projectleiders WO, waarvoor ook al meer dan 300 of 400 aanmeldingen zijn. Mocht je nog interesse hebben, dan kan je nog aanmelden en krijg je per omgaande de link. Stel dat je eventueel een bericht wilt plaatsen op sociale media, LinkedIn of Twitter, dan kan je het hashtag gebruiken WVGRIP. Dat is de afkorting van de Week van Grip. Nu concreet de sprekers. We gaan als eerste beginnen met Lydia Bremmer. Lydia is secretaris-directeur van het Adviescollege. Vervolgens neemt Annemaatje Doquet ons verder de verdieping in. Zij is senior adviseur bij het Adviescollege. En als laatste hebben we Robert Binkhorst. Robert is journalist bij het Mediahuis. Geeft onder andere Gooi en Eemlander uit en het Noord-Hollands Dagblad. En gaat in gesprek met de beide dames over hoe gaat het nou zo'n adviescollege. En wat betekent dat eigenlijk ook voor de journalistiek. Lydia, een hele goede morgen. Ja, wat dat toch altijd werkt, is de microfoon aanzetten. Ja, daar had je me nog zo voor gewaarschuwd aan het begin. Goedemorgen, ben ik al live? Want er staat bij mij in wachtrij. Ja. Nee, je bent live en je bent goed te horen en te zien. Oh, hartstikke goed. Heel hartelijk dank voor de introductie. Heel fijn ook dat wij hier mogen zijn om wat te komen vertellen over ons mooie adviescollege. Ik ben, Jeroen zei het al, Lydia Bremmer. Ik ben sinds september formeel secretaris-directeur van het adviescollege. Sinds februari als kwartiermaker aan de slag. Ik heb daarvoor lang gewerkt bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, onder andere op mediabeleid, journalistiek beleid. En ik ben mijn carrière ooit begonnen als journalist voor misschien wel de beste krant van Nederland, zoals de ondertitel is. Maar dat lijkt alweer lang geleden. Maar dat is wel deel van de motivatie waarom ik als secretaris-directeur aan de slag wilde bij deze mooie club. Ik ga jullie kort wat vertellen over de kerntaken van het adviescollege. En ik wil even beginnen bij het begin, de wet open overheid. Want daar vinden wij ons oorsprong natuurlijk. En de wet open overheid, wellicht dat veel van jullie dat weten, is lang onderwerp geweest van parlementaire discussie. Ooit begonnen met de nota Open de Oester in 2005 van GroenLinks-Kamerlid Wijnand Duivendak. Dat resulteerde in een initiatiefwetsvoorstel van toen nog alleen GroenLinks-Kamerlid Mariko Peters. En zij schreef in de memorie van toelichting over het belang van openbaarheid van bestuur. Eigenlijk met een verwijzing naar Bismarck, omdat wij het juist wel belangrijk vinden dat te weten hoe wetten gemaakt worden. En dat is eigenlijk het belangrijkste van de wet open overheid. Dat we een transitie gaan inzetten naar een openbaar bestuur. En gaan laten zien hoe wij werken als overheid. Dat ingewikkeld is, dat laten we ook wel zien. Hè. Dat wetstraject heeft vervolgens het is bijna 10 jaar geduurd. In 2012 het initiatiefwetsvoorstel, in mei 2022 ging die uiteindelijk in werking. De kern van het wetsvoorstel is eigenlijk wel in al die jaren recht overeind gebleven. Namelijk artikel 1.1 van de wet open overheid. En ieder heeft het recht op toegang tot publieke informatie, behouden ze enkele beperkingen en zonder daarbij enig belang te hoeven stellen. Nou, dat recht van de burger op toegang tot informatie, dat wordt geflankeerd eigenlijk door twee plichten voor de overheid. De gemeentes ook, waar jullie allemaal voor werken. De plicht om informatie uit eigen beweging openbaar te maken. En de plicht om informatie in goede, geordende en toegankelijke staat te bewaren. En daar komt eigenlijk ook het belang van de archiefwet voor dit hele dossier om de hoek kijken. Wat ook in alle initiatiefwetsvoorstellen heeft gezeten sinds 2012, is een vorm van toezicht op de uitvoering van de wet open overheid. De openbaarheid van bestuur is natuurlijk niet alleen iets wat je in een wet kunt vangen, maar het is vooral iets wat je moet doen.
Het gaat om een gedragsverandering, een mentaliteitsverandering. En daar kun je wel een aantal dingen voor opschrijven in de wet. Maar het is ook wel belangrijk dat vervolgens die wet gaat leven. En daar zijn wij als adviescollege voor bedoeld om daar, dat als externe buitenboordmotor te gaan een zwaai aan te geven. Waarom een adviescollege openbaarheid in informatiehuishouding? Dat heeft dus deels daarmee te maken. Anderzijds heeft dat te maken met de parlementaire ondervragingscommissie kindertoeslagaffaire. De kinderopvangtoeslagaffaire die heeft natuurlijk laten zien hoe slecht het gesteld was met de informatiehuishouding. Je mag nu naar de volgende slide doorgaan. En ook een eerder advies van de Raad van State constateerde al dat het niet goed gesteld was met de informatiehuishouding in Nederland. En dat geldt dan in eerste instantie voor het Rijk. Maar ook bij gemeentes, provincies en waterschappen blijkt het lastig te zijn om in het digitale tijdperk waarin we ons nu bevinden te zorgen voor een goede beheer van informatie. De initiatiefnemers die zeiden het als volgt. En dan kunnen we naar slide 5. Ik sla er eentje over, Jeroen. Ik hoop niet dat dat heel vervelend is. Deze wilde ik overslaan. En dit vind ik zelf van Bart Snels heel mooi gezegd. Burgers hebben recht om te weten hoe een overheid tot besluiten komt. En journalisten moeten ongehinderd aan waarheidsvinding kunnen doen. En dat is natuurlijk de kern van wat we aan het doen zijn met z'n allen. Steven van Weijenberg die heeft daarbij ook nog wel benadrukt hoe belangrijk het is dat de informatiehuishouding op orde komt. En verwijst daar ook naar de parlementaire ondervragingscommissie. Die laat zien dat de overheid hier echt forse stappen in moet zetten. Nou, dan eventjes in de notendop de wet open overheid. Inmiddels dus een half jaar in werking. De principiële verankering van het recht op informatie voor een ieder, die is in al die jaren onveranderd gebleven. En dat is wat mij betreft ook echt het belangrijkste onderdeel van de wet. Dat vraagt iets van ons allemaal, namelijk dat we informatie uit eigen beweging openbaar gaan maken. En ook dat we die informatie in goede, geordende en toegankelijke staat, duurzaam toegankelijke staat, bewaren. Wonderlijk noemt men het er dat er geen overgangsrecht was. De wet op overheid is echt meteen in werking getreden. Wat wel zo is, is natuurlijk dat je, daar zal Anne Maartje, mijn collega, straks ook meer over vertellen, dat er op het de plicht tot actieve openbaarmaking wel een gefaseerde intreding is. En dan waar we hiervoor zitten, de instelling van het adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding. We zijn bijna compleet. 5 leden in totaal, met als voorzitter Ineke van Gent. Wat ik zelf belangrijk vind, is dat Ineke van Gent gevraagd is door de initiatiefnemers zelf. Als voorzitter van het adviescollege. En in die zin ook echt wel rechtstreeks uit het belang voor publieke informatie op deze stoel zit. Wat ik zelf ook belangrijk vind, is dat zij burgemeester is. Zij heeft dus niet alleen ervaring in het landelijk bestuur, maar ook echt in het plaatselijk bestuur. Martin Berendsen is directeur van de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Was ooit rijksarchivaris, is wat dat betreft echt heel ervaren in de wereld van de informatiehuishouding. Weet wat er speelt, ook binnen het Rijk. Weet ook wat er mogelijk is. Kent de gemeentewereld. Caroline Koetsenruiter is gevraagd omdat zij veel ervaring heeft in gedragsverandering. En bemiddelingservaring. En dat is natuurlijk ook een belangrijke kerntaak van ons adviescollege, dat we gaan bemiddelen bij verzoeken tot openbaarmaking. En Ser Wiemers is directeur van de Open State Foundation en die heeft in die context heel ervaring met open overheid. Nou, waar gaan wij mee aan de slag als adviescollege? Daar gaan we aan. Lydia, ja. Voordat je verder gaat, er is een vraag in de chat van Ida. En die vraagt van, hoe reëel is het dat de informatiehuishouding op korte termijn op orde komt bij de overheid? Een goede vraag. Hoe reëel is dat? Het is niet een proces van de een op andere dag. Ik denk wel dat dit echt een proces van lange jaren is. De initiatiefnemers van de wet open overheid zeiden, het zou in 8 jaar geregeld moeten zijn. Er is een tijdelijk hoofdstuk in de wet open overheid dat ziet op de informatiehuishouding. En zij zeiden, als je er 8 jaar voor uittrekt, dan zou je redelijk op orde moeten komen. Ik denk zelf, ik ben optimistisch van aard, dat kan. Maar het is echt, ja, het vraagt wel inzet. Het vraagt ook, denk ik, durf en uiteindelijk natuurlijk ook budget. Ja, wat ik wel hoor bij veel gemeenten, Lydia, is van dat ze zeggen van 8 jaar gaat het nooit lukken.
Daar is echt wat meer tijd voor nodig. Juist ook vanwege het budget en juist vanwege de houding en gedrag. Ja. Dat er echt veel moet gebeuren. Ja, ik kan me voorstellen dat als we nu vooruitkijken dat het snel lijkt te gaan. Maar ja, ik denk als je hier echt allemaal van doordrongen bent en het belang ook ervan ziet. Nou ja, ik schat het niet onmogelijk in. Maar ja, de tijd gaat het leren, Jon. Ja, eens. Wat gaat er nu niet goed? Nou ja, wat natuurlijk heel veel in het nieuws is geweest, is de behandeling van WOP-verzoeken, nu WO-verzoeken. Deze cijfers komen uit een rapport van de Open State Foundation. Die laat zien dat het gemiddelde waarin WO-verzoeken behandeld zijn 161 dagen is. Uiteraard zullen er wat op deze cijfers af te dingen zijn. Er is nooit echt goed grondig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar hoe het nou staat met de WOP-verzoeken. Maar duidelijk is wel dat het lang duurt. Ik heb zelf, toen ik deze klus ging doen, heb ik een WOP-verzoek ingediend bij mijn eigen gemeente. Omdat ik wilde zien, het is voor mij lang geleden dat ik als journalist dat hoefde te doen. Ik dacht, ik wil nu eens ervaren, hoe gaat het nu? Wat ik zelf heel prettig vond aan mijn gemeente is dat ik meteen gebeld werd. Van waarom heeft u dit WO-verzoek ingediend? Op zich hoef ik er geen belang bij te stellen, maar het helpt wel bij het gesprek. Dus daar zijn we over in gesprek gegaan. Het hielp ook bij het inperken van het zoeken van de informatie. Het duurde vervolgens wel heel lang. Het duurde 4 maanden voordat ik kreeg wat ik wilde hebben. Maar wat ik ook weer heel positief vond, is dat de gemeente heel beperkt had gelakt. Alleen maar AVG-gevoelige informatie. Dus ze hadden de openbaarheid wel echt ruimhartig opgevat. Maar dat beter kan, dat is volgens mij voor iedereen duidelijk. Nou, wat er ook niet goed gaat, is de informatiehuizen. Daar hebben we het net over gehad. Volgens mij kunnen we het daar zal Annemaartje straks meer over vertellen. En wat ook niet helpt, is dat het vertrouwen in onze overheid op het moment echt historisch laag is. Onderzoek van de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit lieten zien dat in de COVID-pandemie het vertrouwen in de overheid daalde van 70% naar 30%. Een recent onderzoek van het SCP uit september 2022 liet zien dat het vertrouwen in onze politiek nu 50% was. En ik denk zelf dat gemeentes hier ook een hele belangrijke rol spelen, omdat volgens mij gemeentes zitten toch echt wel het dichtst op de mens, op de leefomgeving van de mensen. Dat is voor de meeste mensen de plaats waar zij hun overheid ontmoeten. Nou, ik denk zelf dat je hier als gemeentelijke overheid wel een belangrijke taak hebt om te werken aan dit vertrouwen. Even kijken hoor. Dan, hoe maakt het adviescollege het verschil? Dat is denk ik voor jullie natuurlijk het belangrijkste, want wat kunnen wij gaan doen? Wat kunnen wij betekenen voor jullie? Wat wij heel belangrijk vinden is dat we echt in een open lijn gaan staan met de samenleving. Dus niet vanuit een ivoren toren adviezen produceren, maar echt luisteren naar wat er speelt. We zijn wat dat betreft een heel benaderbaar adviescollege. We hebben een telefoonnummer, we hebben een e-mailadres. Op onze website www.acoi.nl kun je de knop tip ons vinden. We horen graag alle signalen, geluiden, dingen waar jullie tegenaan lopen, zodat wij dat ook mee kunnen nemen. Als we iets bijvoorbeeld heel veel terug horen, dan kunnen we dat daar ongevraagd over adviseren. Een tweede kerntaak van ons is dat wij bemiddelen. Dat is niet alleen voor de Rijksoverheid, maar voor alle overheden. We hebben op het moment ook een bemiddelingszaak lopen in een gemeente in het land. En je ziet dat door dat je mensen bij elkaar aan tafel zet, doordat ze met elkaar in gesprek gaan, dat er iets gebeurt. Zowel op het vertrouwen, je kweekt begrip voor elkaar, als op dat wat er daadwerkelijk gevraagd wordt. En het mooie is dat we niet alleen bemiddelen, maar op basis van die bemiddelingen ook weer adviezen kunnen uitbrengen, waardoor je ervoor kunt zorgen dat eigenlijk de lessen die je leert, dat je die breder uit kunt rollen en mensen daar breder van kunt laten profiteren. En dat vind ik ook een belangrijke taak van het adviescollege. Een kennismakelaar zijn. We willen werken aan een community opbouwen van mensen die bezig zijn met de wet open overheid, die openbaarheid van bestuur belangrijk vinden, die de transitie naar een echt open overheid in hun gemeente willen doorzetten. En die willen we ook aan elkaar verbinden en voeden met wetenschappelijke inzichten, praktijkervaringen, met elkaar van gedachten laten wisselen en van elkaar kunnen laten leren. Verder adviseren we natuurlijk ook traditioneel gevraagd aan regering en parlement. En in dat verband werken wij nu aan ons eerste advies. Die verwachten we half januari aan te bieden. En dat gaat over de
het bewaren van chatberichten naar aanleiding van de nota van onze minister-president. En dat is een beetje in een notendop mijn verhaal. En dan kan Annemaartje op jullie verder meenemen. Ja, voordat we Annemaartje gaan, Lydia, een paar vragen aan de chat. Ja. Eén vraag van Guido. Wat is het profiel van het vijfde collegelid? Hij wenst nog een echte beheerder van overheidsinformatie. Nou, het echte beheren van overheidsinformatie, dat zit echt bij Martin Berendsen. Die als oud Rijksarchivaris is hij natuurlijk als geen ander gespecialiseerd in het beheer van informatie. Het vijfde collegelid, dat was het profiel van Amma Assante. Zij is kort lid geweest van ons adviescollege, maar zij werd commissariaat voor de media. Voorzitter van het commissariaat voor de media. En wij zoeken dus nog iemand met ervaring in het openbaar bestuur. Dat was haar profiel. Helder. Andere vraag. Het plan om overheidsinformatie op orde te krijgen stamt toch al uit de jaren 90. Wat doen we dan nu anders dat in de afgelopen decennia al is geprobeerd? Ja, goede vraag. Het is natuurlijk inderdaad al iets wat heel lang op de tafel ligt. Ik denk wel dat het de afgelopen jaren een aantal, en dan met name de kinderopvangtoeslagaffaire, iedereen heeft laten zien hoe belangrijk het is dat je informatiehuishouding op orde is. Dat het niet iets is van morgen, maar dat het iets is waar mensen nu last van hebben als je het niet op orde hebt. En ik denk dat dat wel een soort momentum heeft gecreëerd. Ik vond dat vorige week in het openbaarheidssymposium van de gemeente Amsterdam ook heel duidelijk te zien dat er wel echt heel veel energie leeft bij iedereen om dit aan te gaan pakken. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke succesfactor is. En er is nu geld, in ieder geval voor de Rijksoverheid is er geld. Ik hoop dat er ook geld komt voor de gemeentelijke overheid. Dus er is natuurlijk wel iets van budget voor het implementeren van de WO, maar informatiehuishouding vraagt natuurlijk veel meer. Maar ja, dus ik denk wel dat dat die aanleiding het verschil maakt om nu daadwerkelijk iets door te zetten. En we hebben nu, dat zie je ook, hè, de wet op overheid heeft er ook 10 jaar gelegen zonder dat die werd afgehamerd. Maar nu is dat wel gebeurd en dat is gelukt en dat is toch ook wel echt een belangrijke stap. Ja, helder. Even nog 2 vragen voor jou dan voordat we aan de maatje gaan. Frieke vraagt, een checkvraag. Jullie werken dus niet rechtstreeks voor burgers, want laatst kreeg ze namelijk een mail te zien waarbij een WO-verzoeker naar de gemeente aangaf dat ze wel naar het adviescollege zou gaan. Ja, nee, dat klopt. We werken alleen voor mensen met een beroepsmatig belang voor de wet op overheid. En dat is, ik denk vanuit pragmatische achtergrond in de wet op overheid zo opgeschreven. Omdat je natuurlijk, ja, wij hebben ook maar een beperkt aantal mensen en middelen. Dus we kunnen er nog niet voor iedereen zijn. Nee, dus op het moment dat iemand niet akkoord is met het afhandeling van de WO-aanvraag, kunnen ze bezwaar indienen, beroep en uiteindelijk naar de Raad van State. Ja. Ja. Nog een laatste vraag dan van Gert. Het is een hele lap tekst. Ik ga hem niet helemaal voorlezen, maar ik wil wel gewoon publiceren. Maar de kern van de vraag is wel, hij heeft aan van tijdens de consultatie voor de nieuwe archiefwet is er gepleit voor het instellen van autoriteit overheidsinformatie. Die wat meer haar tand zou kunnen laten zien op het terrein van informatievoorziening. Een beetje in lijn met de autoriteit persoonsgegevens. Omdat veel bestuurders wel gevoelig zijn voor hoge boetes en het belang van beschikbaarheid van transparante informatie is in basis een wezenlijk van belang voor de democratie. Hoe zien jullie dat vanuit jullie rol? Dus met name dat zichtpunt van hoe gaan we uiteindelijk wat meer auditen of strenger erop sturen. Ja, ik denk dat Annemaartje daar straks ook wel het een en ander over kan vertellen. Maar ik ken het advies. Het wordt volgens mij ook in het advies van Annemarie Draaman genoemd. En dan zou je wat meer de verschillende partijen die er nu zijn in het bestuurlijk veld samenvoegen. Ik kan het me wel voorstellen dat er zo over gesproken wordt, omdat het natuurlijk niet zo goed gegaan is de afgelopen jaren. Aan de andere kant denk ik, we hebben nu een regeringscommissaris, de informatiehuishouding, de overheidsinspectie is versterkt, we hebben een adviescollege. Laten we eerst maar eens kijken of dit werkt, voordat we weer iets nieuws gaan verzinnen en implementeren. Ja, helder. We gaan naar Annemaartje, Lydia. Dankjewel. Misschien komen wij je terug straks. Ja. Nee, we komen zo weer terug met vragen straks. Annemaartje. Dag, ik ben Annemaartje Doeke en sinds 1 juli werkzaam als senior adviseur bij het adviescollege. En ik ga jullie even meenemen in de 3 kerntaken van het adviescollege. En ook ga ik wat meer in op onze werkwijze en vertel ook iets meer over het proces. Lydia heeft al het een en ander verteld over de kerntaken, zoals gevraagd en ongevraagd advies.
over de uitvoering van regels over openbaarmaking van overheidsinformatie. En je ziet daar al in staan gevraagd en ongevraagd. Dan is dus ook de vraag, wie kan ons nou om advies vragen? En dat is eigenlijk zijn dat de Kamers en de regering. Die dat kunnen doen. Maar ongevraagd advies kan natuurlijk ook. En dat betekent dat wij, zoals al eerder gezegd, gebruik kunnen maken van tips en signalen uit de samenleving. En daarover ongevraagd kunnen adviseren of ook kunnen verwerken in de gevraagde adviezen. En we hebben daarvoor meerdere instrumenten ook tot onze beschikking, waar ik straks nog nader op in zou gaan. En deze adviestaak ziet niet heel strikt alleen op openbaarmaking, maar ook op onderwerpen die de informatiehuishouding raken. De tweede taak is het advies over de informatiehuishouding. Dat gaat eigenlijk over de meerjarenplannen van de minister van Binnenlandse Zaken, die in samenwerking met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden opgesteld tot verbetering van de informatiehuishouding bij alle bestuursorganen. Want dat is ook nieuw. De plannen die nu gepresenteerd zullen worden, die worden in samenwerking met de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen aangeboden aan de Kamer. En het adviescollege zal adviseren over de aanpassing van die plannen. En bij die plannen is dan belangrijk dat er wordt ingegaan op de doelen. Wat zijn de lange termijn doelen voor het verbeteren van de informatiehuishouding? Maar ook welke stappen worden er op korte termijn gezet om informatie duurzaam toegankelijk te maken? En ook wordt voorzien in een terugblik in de vorm van een zelfevaluatie. Hoe is het nou de afgelopen periode gegaan? En welke stappen zijn er gezet? En over deze plannen en evaluaties zal het adviescollege dus advies uitbrengen. Dan iets meer over het proces hierna, denk ik. Oh nee, nog even. Dit zijn niet al onze adviestaken. Er is ook nog een extra bepaling in de WO over het adviseren, eigenlijk het verplicht advies vragen aan het adviescollege over voorstellen van wet en over algemene maatregelen van bestuur die zien op openbaarmaking en ontsluiting van publieke informatie. Dus als er wetgeving komt met bijvoorbeeld bijzondere bepalingen over openbaarmaking, dan zal het orgaan, dus de minister die daarover gaat, het adviescollege voorafgaand om advies moeten vragen. En dat gebeurt dan in de regel op het moment dat zo'n voorstel voldragen is. En dan zal het adviescollege dus voordat de wet wordt aangepast of de ANVB van kracht wordt, daarover onafhankelijk adviseren aan de betreffende minister. Dat is eigenlijk te vergelijken met een adviesrol zoals we die kennen van de autoriteit persoonsgegevens. En een extra taak, ook in het kader van advisering, is eigenlijk het bevorderen van toepassing van de wet. En dat doen we onder meer door het publiceren van richtsnoeren. Maar we kunnen ook onderzoek verrichten en uiteraard voorlichting geven. En deze taken zijn voor ons natuurlijk ook heel erg belangrijk. En we onderzoeken daarbij op dit moment welke handreikingen en instructies er allemaal al zijn. Bijvoorbeeld opgesteld binnen rijksprogramma's, maar ook door de koepelorganisaties, de VNG, de Unie van Waterschappen en het provinciale overleg. Om te kijken wat er allemaal al is. Onze indruk is in eerste instantie dat er bijvoorbeeld veel is als het gaat om archivering en informatiehuishouding. Maar dat er nog wordt gewerkt aan handreikingen voor openbaarmaking. En dat we daar dus ook een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Dus deze taken zijn in het kader van de advisering ook voor ons heel essentieel. En dan gaan we nu, denk ik, ja, over op onze informatiepositie. Dat zegt ook iets over de werkwijze. Het is voor het adviescollege natuurlijk cruciaal om te beschikken over goede informatie over wat er leeft en wat de cultuur is binnen bestuursorganen, maar ook welke problemen er zijn en welke oplossingen er al ervaring mee is opgedaan en wat de laatste stand is van de wetenschap en van de techniek. En daarvoor hebben we verschillende instrumenten die we kunnen inzetten en waar we over hebben nagedacht om die informatiepositie zo goed mogelijk te maken, zodat het adviescollege, dat is
eerder ook al even gezegd, in een goede open verbinding staat met de samenleving en met de overheid. En je ziet ze hier, ik zal ze niet allemaal helemaal toelichten, maar voor ons zijn openbare bronnen en rapportages die beschikbaar zijn, zoals bijvoorbeeld inspectierapporten van de inspectie overheidsinformatie en erfgoed, belangrijk, of passages in jaarverslagen over openbaarmaking. En dus we maken zoveel mogelijk gebruik van openbare bronnen die er zijn. De bemiddelingspraktijk werd al even genoemd, maar daaruit kunnen natuurlijk hele belangrijke signalen komen die vaker terugkomen en waarvoor een oplossing is gevonden. En die inzichten zullen we dan ook zeker gebruiken om om te zetten in bijvoorbeeld een richtsnoer of te gebruiken in de adviespraktijk. We kunnen eigen onderzoek laten doen en dat kunnen we laten doen door bijvoorbeeld wetenschappers. En dan kijken we natuurlijk met name naar vraagstukken als het gaat om vertrouwen, gelijke informatiepositie en bijvoorbeeld de impact van de inzet van digitale technologie. Dat zijn allemaal onderwerpen waarvan je zou kunnen denken dat is goed om in samenwerking met de wetenschap en onderzoeksinstellingen op te trekken. Maar we kunnen natuurlijk ook gebruik maken van onderzoeken die er al zijn. Hij mag nog heel even terug, want ik wilde nog heel even noemen dat er een bevoegdheid is tot het opvragen van gegevens bij bestuursorganen als wij die nodig hebben, als het adviescollege die nodig heeft voor de uitvoering van zijn taken. En dat kan zijn een adviestaak, maar dat kan ook zijn in het kader van bemiddeling. En dat betekent dat we die gegevens dan mogen opvragen en dat zullen we natuurlijk alleen maar doen als deze niet al openbaar zijn of als we die echt nodig hebben en die niet uit eigen beweging beschikbaar komen. Nou vind ik het nog belangrijk om even te verwijzen naar expertsessies. We gebruiken zoveel mogelijk kennis en expertise en ervaringen uit de praktijk van experts en zo. En die geven we ook, gebruiken we ook bij de voorbereiding van de adviezen. En zo hebben we voor het eerste advies over digitaal berichtenverkeer, het werd al even genoemd. Dat zal in januari zal dat verschijnen. Hebben expertsessies georganiseerd en daar was veel belangstelling voor. En er was een open uitnodiging verstrekt voor experts op het gebied van digitale technologie, uit de advocatuur, uit de journalistiek, uit het bedrijfsleven, maar ook uit de overheid, uit verschillende lagen van de overheid en uit de archiefwereld. En er waren meer dan 80 aanmeldingen en uiteindelijk hebben we met 40 experts kunnen spreken en dat is ontzettend waardevol. En leidde tot een hele goede dynamiek en discussie. Die wilde ik ook nog graag even noemen. Dit is denk ik voor nu even genoeg over deze instrumenten. En de laatste die ook nog heel, heel erg belangrijk is, is die ronde tafel met die belangenvertegenwoordigers. Dat wil ik toch nog even zeggen. Bij maatschappelijk impactvolle gebeurtenissen kan het ontzettend waardevol zijn om met belangenbehartigers zoals brancheorganisaties of burgerbewegingen in gesprek te gaan. En dus dat is ook zeker een mogelijkheid. En dan iets over het proces van advisering. En natuurlijk goed over nagedacht. Hè? Hoe heb je nou een zo zorgvuldig mogelijk, maar ook transparant mogelijk proces, zodat alle betrokken partijen weten, zo gaat het in zijn werk en dit is wat we kunnen verwachten. Heel globaal zal het in 10 stappen verlopen. En bij een gevraagd advies ontvangen we natuurlijk het adviesverzoek. En bij een ongevraagd advies zal het adviescollege van het voornemen tot het uitbrengen van dat advies de minister of de kamers op de hoogte stellen. En dan kijken we heel goed naar de voorbereiding en wat op dat moment het best passend is. Ik heb net al even verwezen naar die goede informatiepositie en de instrumenten die we daarvoor kunnen inzetten. En het zal per advies of per vraagstuk zorgvuldig bekeken worden wat de beste voorbereiding is en welke instrumenten we daarvoor zullen gebruiken. En ook wordt er goed afgestemd over de termijn waarop het advies zal worden uitgebracht. En dat gaat ook in onderling overleg, zal dat gaan.
Daarna wordt er zorgvuldig onderzoek gedaan door de staf en door het bureau van het adviescollege. Kunnen we eventueel gegevens opvragen bij het bestuursorgaan? Zullen we overgaan tot het organiseren van bijvoorbeeld expertsessies? En daarna volgt de ambtelijke voorbereiding en de besluitvorming in het adviescollege. Het verzenden van de adviezen, het verstrekken van afschriften naar de bestuurders die op de hoogte gesteld moeten worden of naar de Kamer. En daarna zullen we het advies openbaar maken en ook publiceren op onze website. Maar een hele belangrijke stap is daarna, wat is de reactie op het advies? Hoe wordt het ontvangen? En we zullen dan ook de reacties op de adviezen actief volgen en kijken of wat de impact daarvan is en of men ermee aan de slag is en of we zaken dan echt ook kunnen verbeteren. Dus dat is even over het proces van openbaarmaking. Advisering over de informatiehuishouding, daar heb ik al even iets over verteld. Dat gaat dus over de meerjarenplannen, maar die gaan eigenlijk over de hele overheid. Voor gemeenten en waterschappen en provincies zal dat vooral via de koepelorganisaties verlopen. En de bedoeling is dat daar een vaste cyclus voor advisering komt. En dat zal jaarlijks of meerjaarlijks zijn. En nou, ons advies, of het advies van het adviescollege uiteraard, dat zal worden aangeboden aan de ministers, maar ook naar de kamers gaan. Even kijken wat hierna komt. Ja, de bemiddeling met klachten. Daar heeft Lydia ook al het een en ander over verteld. Wat heel erg belangrijk is, is dat dit een nieuwe stap is in het WO-proces. De wet Open Overheid die geeft meerdere stimulansen voor overleg met verzoeker. Een hele belangrijke is natuurlijk de contactpersoon die verplicht is. Een andere hele belangrijke is het verplicht overleg bij omvangrijke verzoeken. Maar deze nieuwe stap, de ombudsfunctie van het adviescollege, die is ook heel erg belangrijk. En we proberen daar natuurlijk mee om het proces van het verstrekken van informatie te verbeteren. En daar waar mogelijk ook te versnellen. Maar ook vooral om het vertrouwen tussen partijen en mogelijke vertraging te verhelpen. En te verbeteren, het vertrouwen te verbeteren. Het is belangrijk om te weten dat het niet alleen een ombudsfunctie is voor journalisten. Het is natuurlijk een hele belangrijke doelgroep. Maar het gaat om mensen die beroepsmatig belang hebben bij informatieverstrekking door de overheid op grond van de WO. En dat kan dus ook zijn dat advocaten of wetenschappers en onderzoekers zich in het kader van een WO-verzoek tot het adviescollege richten met een klacht en een verzoek om bemiddeling. Ja, iets meer over de bemiddeling. Lydia heeft al even gezegd, er lopen al zaken. Er zijn nu 4 zaken in behandeling. En dan zie je eigenlijk al dat het kan gaan om een gemeentelijke organisatie van grotere of kleinere omvang, maar ook om organisaties bij de Rijksoverheid. Er zijn verschillende mogelijkheden en zaken en op dit moment worden de eerste ervaringen daarmee opgedaan. Ja, er is eigenlijk al te zien dat goed overleg kan bijdragen aan een verbeterde verstandhouding. Maar de eerste resultaten die zullen zich in de komende tijd laten zien. Het bemiddelingsproces, ja, dat is ook goed om heel even bij stil te staan, want dan krijg je iets meer beeld over wat het nou betekent voor een bestuursorgaan. Wat ik nog niet gezegd had, is als er zo'n verzoek binnenkomt, of een klacht binnenkomt, dan is het bestuursorgaan verplicht om daaraan mee te werken aan de bemiddeling. Dat is natuurlijk een heel belangrijk element. Maar als het bemiddelingsverzoek wordt ontvangen, dan zullen we daarvan een ontvangstbevestiging sturen. En dat schort natuurlijk ook dan de termijnen op. Daarop zal in de regel volgt er meteen telefonisch contact met beide partijen en een persoonlijke uitnodiging voor een intakegesprek.
En daarna zullen ook de gezamenlijke gesprekken starten. Kan het adviescollege ook in de bemiddelingszaak eventueel verzoeken om aanvullende gegevens als dat nodig is. En daarna kunnen partijen meerdere gesprekken met elkaar voeren. En kan het komen tot tussentijdse afspraken of een deelbeslissing of een eindbericht bij geslaagde bemiddeling. En als de bemiddeling niet geslaagd is, dan zal het adviescollege kunnen overgaan tot het uitbrengen van een advies. Dus dit is eigenlijk het bemiddelingsproces in een notendop. En ja, dat was wat ik wilde vertellen over onze werkwijze en over de drie kerntaken. En ik kan me voorstellen dat er nog vragen zijn, maar ik wilde alvast bedanken voor de aandacht. Top. Ja, er zijn meer dan genoeg vragen, Annemaatje. Een van de vragen is van hoe openbaar, dat is van Bart, hoe openbaar is het werk van het adviescollege? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. En het adviescollege heeft daar zeker een voortrekkersrol in. En je zal ook zien dat we in het proces van voorbereiding bij advisering zoveel mogelijk transparant zullen zijn over onze werkwijze. En bijvoorbeeld bij expertsessies zul je zien dat het een open uitnodiging is en dat we de verslagen van de sessies ook zullen publiceren. De beraadslaging in het adviescollege zelf, als er besluiten worden genomen, is niet openbaar, maar de beslissingen, de agenda's, die zullen wel worden gepubliceerd. En we gaan daarbij ook verder dan wat er op grond van de WO verplicht is. Dus dat is een hele goede vraag. Ja. Voordat we naar Robert gaan, die als journalist natuurlijk altijd nog veel meer vragen heeft, nog één vraag van een van de deelnemers. Hoe is beroepsmatig belang gedefinieerd? Marcel vraagt dat en er zijn met name, ja, weet je, er zijn ook niet eventueel grijze gebieden daarbij. Ja, dat is een hele goede vraag. Er zijn ook inderdaad wat grijze gebieden. Ik noemde al de belangrijke doelgroep van journalisten als groep belanghebbenden met een beroepsmatig belang. Maar je kan je ook voorstellen dat er andere beroepsgroepen zijn, zoals wetenschappers, onderzoekers en mogelijk ook advocaten, en die een belang hebben bij een goede behandeling en een soepele verloop van het proces bij het indienen van een WO-verzoek. En dat is ook iets waarbij de ervaring zal leren of er nog nieuwe beroepsgroepen zich aandienen die we als zodanig kunnen kenmerken. Helder. Dankjewel, Maatje. Robert, nou, jij bent één van de beroepsgroepen als journalist. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey Robert, vertel, wat is je werk en met name ook ben benieuwd van wat zijn je ervaringen met de WO, terwijl WOP aanvragen? Ik werk nu zo'n dikke 25 jaar als journalist bij wat inmiddels Mediahuis heet. En diverse juridische voorlopers kende als Dagblad Uitgeverij. Maar ik kwam in 96 binnen als jonge verslaggever bij het Leids Dagblad, wat ook een van de titels is van Mediahuis Nederland. En na een avontuurlijke reis door de regiojournalistiek ben ik inmiddels beland in de Eimond, waar ik schrijf voor de titels Haarlems Dagblad en IJmuiden Courant. En waar een zeer WOP en WO geschikt onderwerp als Tata Steel is gevestigd. En vooral hoe overheden omgaan met de regelgeving rondom de staalfabriek. Maar goed, dat is meer aan een collega van mij die zich daarin steeds kan vastbijten en daar ook regelmatig informatieverzoeken over indient. Ik ben zelf begonnen als regioverslaggever, stadsverslaggever geweest, politiek verslaggever geweest en sportverslaggever en eindbureauredacteur en samensteller en inmiddels weer regioverslaggever. Dus dat is dan een beetje een notendop alles wat ik heb doorlopen binnen de regionale journalistiek. En ik heb diverse ervaringen met informatieverzoeken. Formeel zit ik nog in een WOP-procedure met de gemeente Velzen. Ik zeg bewust WOP omdat hij als WOP-verzoek is begonnen en hij inmiddels door de nieuwe wet technisch is ingehaald. Maar dus er wordt wel nu gehandeld in de geest van de WO, heb ik begrepen. Maar het was oorspronkelijk een WOP-verzoek. En dat ging over een spannend woningproject op het strand in IJmuiden, wat spaak aan het lopen was en waar ik achter probeerde te komen van wat gaat er nou steeds mis.
En de printer die jullie volgens mij op de foto in het begin hebben gezien of nog gezien, dat was toen ik de eerste documenten kreeg van nou, zet de printer maar vast aan. Wat ik dus braaf op Twitter deelde, maar de tweede tweet er gauw achteraan was van dat ik al gelijk een nieuwe toner kon bestellen. Want ongeveer 90% van de pagina's die ik kreeg, was zwart gelakt. Dus ik had uiteindelijk niet heel veel waardevolle informatie in eerste instantie. En daar knelt het wat mij betreft ook wel een beetje mee, zeker met oudere WOP-verzoeken, dat de neiging niet zozeer is alles is openbaar tenzij, maar alles is niet openbaar tenzij. En we hebben een beroepsprocedure aangespannen bij de rechtbank Noord-Holland. Die loopt formeel nog, maar daar is nog geen termijn op een zitting bij mijn weten. En we hebben bezwaar aangetekend bij de beroep- en bezwaarcommissie van de gemeente Velzen. Die inderdaad heeft erkend dat er wel erg veel niet openbaar was gemaakt. Waarop de gemeente is gaan bijdraaien en ik alsnog een hele hoop documenten wel kreeg. En dat was een fijne gedachte. Ik heb overigens bij beide fases in het informatieverzoek heb ik wel verhalen kunnen maken. Als je een beetje goed kritisch leest kun je altijd wel iets vinden tussen de niet weggelakte regels als het ware. Maar verder moest ik ook nadenken over de titel van dit webinar, Grip op informatie. Dat is ook een kwestie van perceptie. Grip op informatie kan er ook op duiden dat je de informatie probeert te sturen en dat je macht over de informatie probeert te houden. En dan is natuurlijk altijd de vraag, bij wie ligt nou eigenlijk de werkelijke macht? Ligt die bij het publieke domein of ligt die bij degene die informatie moet verstrekken, al dan niet passief of actief openbaar? En mijn ervaring is ook met informatieverzoeken, er staat vaak al een grote batterij communicatieadviseurs klaar om jou te helpen of niet te helpen. En daarachter ongetwijfeld weer een hoop ambtenaren om aan te geven dat iets wel of niet openbaar kan worden. Dus dat is meer, maar dat is meer misschien een filosofisch dingetje. Het grappige vind ik wel, ik heb een eerder informatieverzoek toen nog in de stad Leiden in moeten dienen. En dat ging aanvankelijk ook mis, waarmee omdat ik werd opgepikt door Brenno de Winter. Sommigen in de zaal of thuis zullen misschien zijn naam wel kennen, want hij is een van de grote WOP-deskundigen. En die heeft toen voor ons ook bezwaar gevoerd in Leiden. Waarmee er alsnog een hoop openbaar kan worden. Mijn eigen indruk van de nieuwe WO is wel, er zit vooruitgang in. Maar mijn vraag is ook wel van hoe snel wordt die vooruitgang bereikt en hoe snel, nou ja, de eerdere spreker schaaft het ook al aan, er is een gedragsverandering, een omslag in denken nodig. Dus laten we hopen dat dat zo vooruit gaat. Verder heb ik een aantal vragen inderdaad voorbereid die ik zou willen stellen. Ik weet niet of dat nu wel het moment is. Ja, perfect. Dan kunnen we dat prima gaan doen wat mij betreft. Nou ja, het adviescollege is inderdaad net begonnen. Jullie hebben wat uitgelegd over de werkwijze. Mijn vraag is wel aan jullie van, hoe zijn nou jullie eerste concrete ervaringen met de WO tot nu toe? Wie mag ik het woord geven? Annemaatje of Lydia? Lydia. Ja, dankjewel Jeroen. Ja, goede vraag Robert. De WO is natuurlijk nog maar een half jaar in werking, dus... In hoeverre je daar echt al iets over kunt zeggen. Het gaat over gedragsverandering, dat werd net ook al genoemd. Dat gaat natuurlijk niet in een dag. Ik merk wel dat mensen er veel meer mee bezig zijn met de openbaarheid van het bestuur. In dat openbaarheidssymposium waar ik vorige week was, zag ik een hele mooie presentatie van onder andere de gemeente Amsterdam, die heel veel openbaar maken al uit eigen beweging. De gemeente Utrecht doet ook veel op dat punt. Je ziet dat ook vanuit de Rijksoverheid in ieder geval gecommuniceerd wordt dat er veel ruimhartiger openbaar gemaakt moet worden. Tegelijkertijd hoor ik ook wel berichten dat er toch nog steeds wel op basis van nieuwe uitzonderingsgronden veel informatie gelakt wordt. Dus we zijn er zeker nog niet. Wat ik zelf ook heel mooi vind aan de nieuwe wet is dat de wet veel meer inzet op onderling contact. Ik ben ook wel benieuwd hoe jij dat ervaart, hè, dat je veel sneller als bestuursorgaan zegt...
Nou, weet je, we bellen eventjes met de verzoeker. We kijken hoe we hem kunnen helpen. De wooncontactfunctionaris bijvoorbeeld. Ik weet niet hoeveel gemeentes daarmee al aan de slag zijn. Maar in principe moet iedereen een contactpersoon hebben die jou te woord kan staan. En ook het adviescollege is natuurlijk daarvoor bedoeld. Dat als dat je een organisatie hebt die jou kan helpen met een woonverzoek als het niet lukt. Dus ik ben voorzichtig optimistisch na een half jaar. Ja, dan inhakend op wat jij net zegt van benieuwd naar je eigen eerste ervaring. Dan kan ik nog even teruggrijpen op het informatieverzoek over het woningproject in IJmuiden. De eerste reactie was, en dan krijg je wel een soort contactpersoon daarmee van uw informatieverzoek is te vaag. En ik heb dan toch het gevoel dat het een beetje over en weer pesten gaat worden. Zo van, nou, zij winnen tijd door te zeggen, je informatieverzoek is niet concreet genoeg. Ik had de WOP-generator online had ik ingeschakeld juist om te voorkomen dat mijn verzoek te algemeen was. Ik vond hem vrij concreet. Maar wat ik vervolgens ga doen is dat ik er een milieuaspect in ga brengen. Door het woord stikstof te laten vallen. En dan is de gemeente meteen verplicht om binnen 2 weken informatie te leveren. Ik denk van ja, wat jullie kunnen, kan ik ook. En dan schiet je natuurlijk allebei uiteindelijk niet op, hè. En in het verlengde daarvan, ik zag ook een vraag in de kantlijn komen van ja, veel van die informatieverzoeken zijn veel te breed. Soms werd je er in ieder geval ook toe gedwongen, dan kom ik naar mijn volgende vraag toe. Soms werd je er ook toe gedwongen omdat je merkt dat de houding is, we gaan informatie niet openbaren. Dus dan kom je als journalist met een schot hagel. Want dan heb je altijd wel beet. Het enige risico is inderdaad, dat is dan wel wat ik voor mezelf wil zeggen, dat je met dat schot hagel ook in je eigen voet schiet. Omdat je dan zoveel informatie krijgt dat je niet meer goed kunt vinden wat je zoekt. Maar daar ben ik dan ook wel nieuwsgierig naar van wat zou de rol van een adviescollege zijn? Of hoe zou de overheid zich moeten opstellen bij doorgaans wat bredere informatieverzoeken? Hoe kunnen we dat dan snel geleiden tot wat de aanvrager eigenlijk wil hebben? Lydia, Annemaatje. Ja, dit zijn volgens mij hele terechte vragen. En kijk, de wet open overheid heeft wel een haakje wat mensen de kans geeft om journalisten hun woonverzoek te laten inperken. Tegelijkertijd vind ik wel, dat zeg ik als onafhankelijke partij, dat ik hoor veel van bestuursorganen, ja, de verzoeken zijn zo breed, terwijl dat volgens mij lang niet altijd het geval is. Want ook bij gerichte verzoeken duurt het vaak lang voordat de informatie over de brug komt. Maar de wet open overheid biedt wel veel meer instrumenten om dan in gesprek te gaan over dat verzoek wat te breed zou zijn. En ik merk zelf wel dat hoe gerichter je informatie vraagt, hoe makkelijker het is om te zoeken. En ik zie dit ook, het is mijn inziens ook wel een beetje, wat je over en weer hoort, dat er toch ook gewoon echt een gebrek aan vertrouwen is. Zowel van de overheid naar de journalist als vice versa. Dat journalisten vaak zoiets hebben van, ja, maar als ik precies zeg waar ik naar op zoek ben, dan krijg ik het juist niet. En dat overheden vaak zeggen van ja, maar ze vragen niet gericht genoeg. Dus dan kom je een beetje in een soort visueuze cirkel terecht. Die volgens mij, nou ja, daar zou het adviescollege kan daar bij helpen om dan dat gesprek te voeren over en weer, om dat te doorbreken. En ik vind wel, je ziet wel hele mooie dingen, je ziet wel hele mooie voorbeelden van hoe dat kan werken. Onder andere in de Shell Papers in de provincie Groningen of de gemeente Groningen. Daar zijn ze echt samen aan het kijken. En dat zou ik ook wel echt gemeentes oproepen. Ga gewoon samen met, durf de vragende partij te vertrouwen. Durf diegene jouw informatie toe te vertrouwen. Want het is niet jouw informatie, het is onze informatie. Publieke informatie is van iedereen. En iedereen heeft daar recht op. Dus durf vooral ook samen te kijken naar hoe je iemand zo goed mogelijk kan helpen zonder een intrinsieke angst daarvoor. Nou, dat klinkt in ieder geval al als een stap vooruit inderdaad. Dat ben ik dan wel met je eens. Maar toch ook wel even meer de gewetensvraag. Zou een instrument als de WO überhaupt wel nodig moeten zijn? Ja, daar denk ik dat ik denk van wel. En ik denk ook als partijen met de beste bedoelingen tegenover elkaar
of naast elkaar staan, in, zoals het in een democratie betaamt. En de ene partij heeft informatie nodig en de andere partij wordt daarom gevraagd. Ook al zijn de bedoelingen en is de goede wil er en is het vertrouwen er. En dan kunnen nog de belangen wel tegengesteld zijn. Bijvoorbeeld een overheid die tijdens een crisissituatie de ruimte of de tijd moet hebben om beslissingen te nemen. En een journalist die juist op dat moment wil gebruik maken van het recht op informatie om te controleren wat de overheid doet en om daarover verslag uit te brengen aan de samenleving. En ik denk dat het dus heel erg goed is, maar dat is ook een beetje een persoonlijke beleidsopvatting, en dat er een wet is die de toegang tot die publieke informatie dus regelt. Maar dat neemt niet weg dat een wet alleen niet voldoende is. Dat is al eerder ook even toegelicht. Maar je begrijpt de filosofie erachter, denk ik, toch van de vraag van in principe zou het meeste of eigenlijk vrijwel alles openbaar moeten zijn. En dan heb je eigenlijk niet per se een zwaar opgetuigde wet waar je bijna 15 jaar over moet doen om hem door twee kamers heen te krijgen. Toch? Ja, en dan verwijs je natuurlijk ook naar wat nu ook een inspanningsplicht is, om alle informatie actief openbaar te maken. Dat zal natuurlijk al heel erg moeten schelen in de beschikbaarheid van publieke informatie. En dan zal je er ook niet meer middels een WO-verzoek om hoeven te vragen en een kostbare en langdurige procedure in moeten. Ik denk dat dat een hele belangrijke is, dat besef er nu ook is. En Lydia, of dat er ook, dat het besef er ook komt bij de overheden. En Lydia verwees er al even naar dat er goede best practices zich ontwikkelen als het gaat om actieve openbaarmaking. Bijvoorbeeld hebben we gezien dat de gemeente Amsterdam informatie over erfpacht beschikbaar stelt op openamsterdam.nl en dat Utrecht gewerkt heeft aan een datacatalogus om ook meer actief datasets en informatie openbaar te maken, zodat daar niet om hoeft te worden verzocht. En ik denk dat dat een goede ontwikkeling is. Desondanks, hoe voorkomt een WO ontstaande gebruiken als de zogeheten Rutte-doctrine op ministeries? Wie mag ik vragen? Ja, ik wil daar wel iets over zeggen. Het is een interessante discussie die jullie net hadden. Want we zeggen allemaal ook, openheid, het gaat vooral over gedrag. Je moet vooral, ik denk, handelen vanuit de gedachte dat informatie van een ieder is. En tegelijkertijd wordt er dan 10 jaar lang inderdaad aan een wet geknutseld waarin allemaal relatieve uitzonderingsgronden ingezet worden. Terwijl ik denk, kunnen we nou niet zeggen openbaarheid is het leidende belang in alles en zou je het jezelf dan niet veel makkelijker maken? Tegelijkertijd snap ik ook wel het geluid wat mensen zeggen, we moeten ook af en toe in vertrouwen kunnen beraadslagen. Maar ja, het is de afgelopen jaren natuurlijk wel in mijn optiek doorgeslagen geweest. Wat ik mooi vind aan de wet open overheid is ook wel dat er gezegd wordt, persoonlijke beleidsopvattingen die hoeven niet meer gelakt of onleesbaar gemaakt te worden. Die mogen ook openbaar gemaakt worden. Er wordt ook wel stappen gezet met het openbaar maken van beleidsnotities, de onderliggende kamerstukken. Dat gebeurt ook wel. Maar ja, het is wel een reëel gevaar dat als we niet opletten met z'n allen, dan blijft het natuurlijk bij een letter. En dan kun je na 10 jaar weer verzanden in waar we vandaan kwamen met z'n allen. Dus dat zie ik ook wel echt als een opdracht aan het adviescollege. Dat we echt mensen actief de openbaarheid onder de aandacht blijven brengen. En actief mee gaan werken aan het gedachtegoed van de WO. Want jongens, de informatie is echt van iedereen. En wees ruimhartig. Openbaar en durf openbaar te zijn. En, ik denk ook, dat geldt denk ik ook voor jou en je collega's, Robert, dat je ook gewoon overheden daarop aan moet blijven spreken. Dit is wel, dit is wat in de wet staat. Recht op toegang tot informatie voor een ieder zonder daarbij een belang toe te stellen. En ik denk ook dat dat geldt voor de controlerende macht, het parlement, de gemeenteraden, die ook hun bestuur daarop moeten blijven bevragen. Maar het vraagt om durf ook bij. Nou ja, zowel bij de vragende partij en bij de leiders van het land, dat die ook dit gaan voorleven. Dank, maar dat is
Dat is ook een antwoord, maar nog niet helemaal op de vraag van hoe voorkom je gebruiken als een Rutte-doctrine. Van nou, schrijf niks op, want dan kan het openbaar gemaakt moeten worden. Ja, ik weet niet, dat zul je denk ik altijd houden, dat je dingen mondeling wisselt en niet alles opschrijft. Vorige week op dat symposium was er iemand en die vertelde over een tijd in de Franse Revolutie, misschien weet jij het nog goed, die reproducering, waarin alles opgeschreven moest worden zodat het vastgelegd werd. Kijk, dat is natuurlijk ook een werkelijkheid waar je niet naartoe wilt. Dus ik denk ook dat wij ons moeten realiseren dat er altijd dingen zijn die wij niet zullen weten. Maar op het moment dat je samen gaat werken aan een herstel van vertrouwen, dan denk ik dat we ook weer comfortabeler worden bij het niet weten. We hebben nog 2-3 minuten. Dus ik zal nog één vraag stellen aan het adviescollege voor nu. Ja, als het dan anderhalf mag zijn, dan kom ik zo bij mijn laatste. Dan prik ik nog één keer door met de Rutte-doctrine. Ik snap natuurlijk dat je niet alles zomaar. Dat het nodig kan zijn om niet alles op te schrijven. Maar zo'n Rutte-doctrine gaat uit van wantrouwen en eigenbelang. En niet van het belang dat je, denk ik, als een premier of politicus of ambtsvertegenwoordiger dient. Namelijk het belang van de samenleving. Ja, misschien kan ik toch nog hoopvol zeggen dat de WO toch enige aanscherping heeft gebracht. Hè? In die zin dat, wat Lydia al zei, de persoonlijke beleidsopvattingen openbaar gemaakt moeten worden. Zeker als het gaat om formele besluitvorming. En dat er ook in de WO natuurlijk een bepaling is die zegt van als je kunt anonimiseren en persoonlijke beleidsopvattingen, doe dat dan en stel het dan beschikbaar. En overigens kunnen ambtenaren ook uit eigen beweging nog toestemming geven en zeggen dat ze er geen bezwaar tegen hebben als hun persoonlijke beleidsopvatting het licht zien. Dus de WO zelf geeft hier wel wat aanscherping en haakjes voor om te voorkomen dat de persoonlijke beleidsopvattingen zeg maar niet openbaar gemaakt worden. Maar het blijft natuurlijk ook gewoon inderdaad gedrag. Hoe voorkom je dat we inderdaad loopambtenaren krijgen in plaats van ambtenaren die zaken vastleggen. Dat is ook een kwestie van het wegnemen van misschien wel angst of een onveilig gevoel. En dat is iets wat we denk ik alleen maar samen kunnen doen en waar we een bijdrage aan zullen gaan leveren. Dan mijn laatste vraag, denk ik, die wel hier een beetje van in het verlengde ligt. Hoe voorkomt een WO reacties van het ministerie van Volksgezondheid bijvoorbeeld door gewoon informatie niet te openbaren, ook al heeft een rechter ze daartoe gedwongen en dus dan maar de boetes gaat betalen? Ja, wie als laatste? Ja, als je voldoet aan de wet, niet door door de informatie ter beschikking te stellen, maar de dwangsommen te betalen, is dat natuurlijk een ontwikkeling die zorgelijk is. Het gaat er natuurlijk om dat er toegang gegeven wordt tot de informatie die nodig is. En dat is natuurlijk iets wat we niet graag zien. En we hopen dat het een praktijk is die niet veel meer zal voorkomen. En dat ministeries en andere overheidsorganen zullen overgaan tot ofwel overleg, ofwel in ieder geval tijdig ter beschikking stellen van de nodige informatie. Mag ik dit als een ongevraagd advies van het adviescollege aan het kabinet opschrijven? Nee, want ik ben niet het adviescollege. Ik ben geen bestuurder bij het adviescollege, maar ondersteunend in de stap. Dus nee, dat is nog geen officieel advies. Nee, zou ik niet durven zeggen. Maar ruimhartig openbaar maken uiteraard wel. Durf gewoon ruimhartig openbaar te maken. Ik denk dat we daar allemaal uiteindelijk bij gebaat zijn. En het feit alleen al dat dit gesprek plaatsvindt, is ook een teken van openbaarheid en van transparantie en het lef om op zo'n manier ook het gesprek aan te gaan en openbaarheid. Want ook het webinar is gewoon achteraf terug te kijken op YouTube. Dus ieder die er al vragen over heeft, die kan terugkijken en die kan eventueel overpubliceren wat hij of zij wil publiceren. Lydia en Annemaatje, dank. Robert, leuk. Ook dank voor je vragen en voor je kritische vragen. En voor mij is het een goede start voor de verdere stappen van het adviescollege vorm te geven aan haar rol. Wanneer zijn rol, het is mannelijk. Nog even terug wat huishoudelijke mededelingen. Als kan je terugvinden op kia.pleio.nl.
misschien toch ook, voor als je het nog niet weet, we hebben een podcast als project vanuit de VNG. Die kan je vinden op onder andere Spotify. De link zal dadelijk in de chat geplaatst worden. En, nou goed, mocht je eventueel ook tips hebben ervoor, laat ons ook gewoon weten dat je misschien volgende keer zelf in de podcast aan het woord komt. Op het moment dat je werkt bij een gemeente of bij een gemeenschappelijke regeling, dan kan je aanmelden op het forum.vng.nl. Er zitten ondertussen iets van 2300 of 1400 collega's in. Daar kan je vragen stellen over ja, heel het project rondom grip, informatie. Hoe geef je vorm aan de openbaarheid? Hoe geef je vorm aan het op orde brengen van je informatiehuishouding? Ga met name ook gewoon je eigen praktijkverhaal daarin brengen, graag zelfs. Je kan verder wat informatie vinden natuurlijk op onze projectpagina op de website van de VNG. Ik denk wat handig is, is onder andere de kennisbank. Er staan een behoorlijk aantal producten in waarvan wij denken dat die handig zijn voor jou als gemeente zijnde om daar kennis van te nemen. Mocht je eventueel daar tips of trucs over hebben, laat ons ook vooral weten. Voor in de agenda. De 7e week van grippeninformatie staat gepland van 13 tot en met 20 april aanstaande. Nou, dan is ondertussen onder andere al het eerste advies van het adviescollege ter sprake gekomen. Snel een tweede advies. En misschien kunnen we ook verder kijken wat dan de vervolgstappen zijn. Voor vragen en tips kan je terecht op grippeninformatie@vng.nl. Vandaag krijg je ook nog een evaluatieformulier om te laten weten wat je van dit webinar vond. Laat ons vooral weten, we kunnen van leren en kunnen we deze volgende keer weer verbeteren. En voor nu een hele fijne middag en misschien tot een bij de volgende webinars. Groetjes, hoi hoi.